7 en 9. Positief, leg me even specifiek wat nadruk op. Pak je nog ervan af. Today we went with the aerosol team to a possible terrorist location, a training camp. Yeah. Yeah. We launched our drone to take footage of the situation. We found a location where they make IDs. Found an office with some laptops and cell phones. DNA, fingerprints, from everything we make shots with the cameras. We collect the evidence with the plastic hand gloves, and then we make a tag it that we know where we found it, what it is, if it's dangerous, and then we take it back to the base. Those guys do a further investigation of the evidence, so they get a bigger picture from the terrorist cell that we are now fighting with. Nos encontramos dentro del área de triaje del laboratorio JDEAL. Somos un laboratorio europeo que colabora con OTAN en temas de explotación forense y biométricos. Toda la información que recopilamos puede servir para identificar diferentes personas dentro de la red de insurgentes. Wat binnen is gekomen is een rapportage vanuit het laboratorium aan de hand van een actie op een terroristenkamp. Al deze informatie hebben we samengepakt in een rapport en dat hebben we doorgestuurd naar een ander niveau. En daar gaan de analisten verder mee om het hele plaatje compleet te maken en alle puzzelstukjes op de plek te leggen. Deze vingerafdrukken zijn gematcht in een database. En deze database maakt deel uit van een veel grotere database die internationaal gelinkt was. En door deze internationale link was een politie-eenheid van een ander land in staat om de individu te koppelen aan een ander incident, een veel groter incident, namelijk wapenhandel. En daardoor zijn beide landen in staat geweest om de individuen tijdig te arresteren. The NATO Communication Information Agency has developed the NABIS, NATO Automated Biometrics Identification System. Biometrics data is owned by the nations. NABIS can help the nations to share biometrics data in a secure environment. NATO operations can take advantage of biometrics information in a counter-terrorist context in the fight against terrorism to deny an adversary that anonymity that they're looking for. Having a false identity on paper is very easy, but having a false identity in biometrics is almost impossible. The biometrics are very important to get the knowledge about the network of the terrorist organization. Wat is de rol van deze man in het netwerk? Wat was zijn positie in het netwerk? En wie was er nog meer betrokken bij dat netwerk? Biometrische informatie, gecombineerd met alle andere informatie, draagt weer bij aan de situational understanding van de commandant. En als de commandant het niveau van situational understanding bereikt heeft, is hij in staat om zijn troepen veilig en goed aan te sturen.